Justin, helaas een nederlaag vandaag in Arnhem. Dat is dit seizoen nog niet vaak gebeurd. Hoe sta je hier? Ja, met een heel slecht gevoel eigenlijk. Wel een hele mooie serie. De concurrenten hadden punten laten liggen. Dat is vandaag een mooie stap om gewoon jacht op plek 2 volgens mij, om daar gewoon bij te blijven. Dus er waren vandaag drie hele dure punten. Ja, je begon ook als aanvoerder vandaag. Wat kun je zeggen over het spel? Het begon echt dramatisch. Ik denk dat vanaf minuut 1 eigenlijk niet in ons spel kwamen. Ik denk vandaag, ikzelf ook, ik voel mezelf echt dramatisch aan de bal. Na 20 minuten, 25 minuten komen we eindelijk een beetje in ons spel. We konden een vrije man vinden in de omschakeling. Dan kom je tot 1-1 en zelfs heb je de mogelijkheid om 2-1. Alleen als je zelf twee van zulke doelpunten weggeeft, dan is dat makkelijk en dan loop je alleen maar achter de feiten aan. Ja, je noemt jezelf, laat ik het zo zeggen, je steekt je hand in eigen boezem. Kun je het verklaren hoe het komt? Ik denk gewoon dat er minder positiebewegingen waren. Hoe zeg je, gewoon minder beweging op het veld dan we bijvoorbeeld tegen Slavia Praag hadden. En het helpt ook niet als je zo snel achterkomt en ik denk een minuut na rust gelijk weer op 2-1 achter. Dus dat helpt ook niet. Ja, en dan loop je, wat ik net zeg, loop je alleen maar achter de feiten aan. Vitesse die het spel doodlegt en dat wordt moeilijk. Ja, en jullie hadden het defensief, leken het zwaarder te hebben dan normaal ook. Hoe kun je dat verklaren? Ja, ik weet niet. Het is natuurlijk nooit lekker als je na 7 minuten 1-0 achter staat. Dus dat begin je niet echt lekker in de wedstrijd verklaren. Ik denk dat we eerst de beelden moeten kijken en dan kunnen we tot een verklaring komen. Maar het was niet scherp genoeg, nee. Vroeg in de wedstrijd werd Marcos gewisseld voor Lucharel. Hoe stond het vanaf dat moment achterin volgens jou? Ik vond Lucha de eerste helft eigenlijk heel goed spelen. Tweede goal moet ik even terugzien. Ik weet niet wat zijn precies zijn rol daarin was. Ja, daarna, ik denk hetzelfde met de rest van het team, dus het meer voor een slotoffensief gaan. Wat niet helemaal gelukt is, omdat Vitesse gewoon slim gedaan, spel doodgelegd en wij konden daar geen antwoord over opgeven. Ja, en veel opstootjes ook aan het einde. Er gebeurde ontzettend veel, stond op een gegeven moment nog maar met 9. Hoe probeer je daarvan te profiteren? Nou, ik denk de enige die daarvan profiteert heb is Vitesse zelf, want we konden geen wedstrijd van maken, het spel lag alleen maar stil. En wat ik net zeg, we hebben dat gewoon slim gedaan. Hoe frustrerend is dat? Het is heel frustrerend, maar ik denk dat we als we die twee doelpunten niet zo makkelijk weggeven, dan staan we misschien anders naar de wedstrijd. En we gaan nu de interland breken. De druk blijft er bij jou dus gewoon hartstikke op staan. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, het is natuurlijk altijd lekker om gewoon veel wedstrijden te spelen. Zeker voor je land. Ik vond het vorige keer heel leuk. Ik kom weer daar met een slecht gevoel eigenlijk, want vorige keer was het ook naar Utrecht. Gewoon voorbereiden op de volgende twee wedstrijden en dan zie ik het wel.